een broertje in huis. Of erger nog, een zusje. Daar viel al helemaal niks mee aan te vangen. Een vroege zomer gaat over Olaf, een jongen van 12. Die krijgt op een dag te horen dat er een broertje bij komt. Die is er helemaal niet mee opgezet, want al zijn plannen om een drumstel te krijgen, die vallen allemaal in duigen. Nu, wat gebeurt er? Op een dag wordt dat broertje te vroeg geboren. Olaf, die in het begin heel boos was omwille van de komst van de baby, die gaat eigenlijk omslaan in een puber die voor zijn broertje wil zorgen. Ik had nog meer vragen. Waar zal die huilenbalk slapen? We hadden boven 3 kamers en een badkamer. Een eerste boek is toch altijd iets speciaals. Ik herinner mij nog toen ik als gewoon lezer op de boekenbeurs rondwandelde en al die auteurs zag zitten. En toen dacht ik van, ooit zou ik toch wel eens aan de overkant willen zitten. En toen het zover was, het moment dat je eerste boek in handen krijgt, is dat echt een wauwgevoel. Dat heb je ook nog wel bij je volgende boeken, maar dat wordt eigenlijk niet meer echt herhaald op die manier.